Yo, dit is Blue Shark. Lang geleden dat ik nog eens een video heb gemaakt. Ik heb het heel druk gehad. Ik heb een job, ik heb mijn werk te doen, dus ik ben minder en minder actief op mijn YouTube-kanaal. Maar dat is niet permanent. Dus ik ga nog wel video's maken. Ik ben momenteel gewoon nog de tijd die ik heb bezig met mijn status level 9 verder uit te bouwen. Ik speel nog dagelijks, maar ik heb te weinig tijd om video's te maken. Dus vandaar de pauze. De video van de Edelsteenwedstrijd is ook voorlopig verwijderd. Die ga ik uitstellen naar volgend jaar. Maar die komt nog zeker terug. Ik heb intussen ook prachtige aanvallen gedaan. Ik zit zeker niet stil. Dit was de grootste loot die ik ooit heb gehaald. Het was meer dan 700.000 elixir. Het is echt een dode beest, echt zo dood als een pier, zeg maar. Echt dikke loot gehad. Ik doe continu ballonien. Waarom? Je kunt er gewoon echt massa's veel mee stelen. Het duurt wel een uur om de ballonnen te trainen en 2 uur voor de spreuken. Maar tussendoor kan ik ook snipen. Ik ben ook niet continu online omdat ik niet altijd tijd heb. Maar als ik online ben, begin ik te zoeken. Soms wel 20 minuten, 30 minuten lang. Tot ik echt een beest zoals deze vind. Die Inferno staat op single, dus dat is nog redelijk te doen. Alle torens zijn zo goed als weggeveegd. Op een boogschutterstoren na, denk ik, en een Wizard Tower en een Inferno. Dus nu kunnen de gunstelingen al het opruimwerk doen. Ik moet eens kijken of Darker in die duisterpompen zitten. 1300 per stuk, denk ik. Of nee, minder. Ze zijn niet max level, dus. Maar zeker wel genoeg. Moet eens kijken rechts in beeld. 3974 Dark Elixir. En 500.000 goud. Plus de bonus van de Master Free. Dat is echt al super dik. Ik kan nog niets beloven, maar na kerstmis zal ik waarschijnlijk terug video's beginnen maken voor jullie. See you later!